Ja, we zitten nog steeds in een extra lange Him voor de Weekend uitzending. Omdat de laatste van het seizoen is. En omdat de Vierdaagse eigenlijk plaats zou winnen nu. De dubbelfeest, om het maar zo te zeggen. Ja. We hebben nog hele leuke dingen op het programma staan. In het volgende uur straks gaan we natuurlijk even kort terugblikken op dit seizoen. Wat alleen maar hoogtepunten zijn eigenlijk. Ja. En zeker. We gaan de uitzending straks afsluiten met een extra lange DJ-set van... Van Miguel Loogs. Oh. Hey. Maar het wordt nog een veel groter feest. Want over een half uurtje komt hier een echte B-artiest optreden. En hij is al in de studio. Casey B, dames en heren. Casey B, dankjewel. En dan hebben we eigenlijk even onze standaard intro voor met een iets aangepaste versie. Dat is die even afspelen eerst. Als hij het wil doen. Ja, komt hij aan. Ja. Dames en heren, Casey B. Hey. Nou, zouden ze bij Fred helemaal vergeten. Oh ja. Wat naar. Ah, nou ja, Fred die had ook zijn zendtijd. Sorry. Ja, maar Casey, van harte welkom. Ja, dankjewel. Leuk dat je er wil zijn. Ja. Dan zit je haar goed, Casey, vandaag. Dat is echt een moeilijk zeggen. Ja, dat is een heel verhaal. Daar kom ik dadelijk nog op terug. Maar nee, fijn dat je het opmerkt eigenlijk, ja. Ja. Ja, heb je dit lang voor in de spiegel gestaan dan? Ik heb het deze keer namelijk helemaal zelf voor elkaar gebokst. Ja? Normaal gesproken, wie doet dat dan? Dat doet normaal gesproken mijn kapper, maar dat is een pijnlijk verhaal. Tanja Haas. Misschien later. Ja. Later misschien nog meer. Het zit echt, hoe zeg je dat? Het komt even, nu ik het je zo uit moet leggen, kom ik toch even binnen. Dadelijk meer erover. Echt? Oh jee. Ja, oh ja. Godsamme. Ik ben toch vooral ook wel onder de indruk van al die ringen die ik je net om zag doen. Dus dat is een en al bling bling. Paar relaties verder dan loop ik ja, daar gaat het hard. Alle trouwringen houden die er zijn, ja. We hadden bijna nog een extra plaat moeten draaien, omdat Casey al zijn ringen nog om moet doen. Dat is helemaal genoeg. En maar even in het kort, voor mensen die nog nooit van jou gehoord hebben, kun je heel kort omschrijven wie jij bent? Casey B, B-artiest met de hoofdletter B. Je zei het al net, dat je een heuse B-artiest in de studio hebt. Nou, heel veel mensen denken, hoe kun je dat zeggen, man? Want al die artiesten gaan toch voor A of voor... toch voor het hoogste. Maar ik vind het het is een soort geuze titel, hè? Het gezellige Nederlandstalige repertoire. Gezellig meezingen, smartklappen. Toch wat drama erbij, maar ook met een dikke vette knipoog. Ik vind het nog niet duidelijk genoeg. We hebben even een extra hulpmiddel nodig, denk ik. Ja. We hebben hier de Casey B. emmer. En er zitten gewoon wat persoonlijke vragen in. Ah. Ik zou zeggen, grabbel er maar een paar uit. Nou, heel benieuwd. Overval je me een beetje mee. Kan het ook dat hij iemand moet bellen? Of, Omroep en spannend. Bruine kroeg of groot festival? Wat doe je het liefst, denk ik dat de vraag dan is. Ik doe het inderdaad beide. Het is werkelijk van Zwarte Cross Paaspop tot aan de kleine bruine kroeg op de hoek. Alle twee hebben ze charme. Ik vind festivals echt fantastisch om te doen. Waarom? Maar de hele entourage, het grootste ervan, de catering is vaak ook zeer de moeite waard. Hoe zeg je dat? Directe contact in een bruine kroeg, dat is toch eigenlijk ook onbetaalbaar. Dat mis je op een festival dan toch vaak weer net ietsje meer. Is dat dan te veel op een festival ook, of niet? Te veel, hoe bedoel je? Ja, te veel man, te veel contact, te veel prikkels. Ja, en ze staan al gauw op een paar meter afstand in de kroeg. Ja, dan ben je aanraakbaar. En trouwens, het publiek is ook door mij aanraakbaar. Dus pas op als je... dan krijg je een keer 10 ringen in je gezicht. Zeg maar, qua R-waarde is de kroeg beter. Ja. Goed, nog een briefje. Nog een keertje grabbelen. Eens eventjes kijken. Oh, het is net zo'n voetbal, hoe zeg je dat? Champions League trekken. Een stuk belangrijker, dankjewel. Op dit podium wil ik ooit nog eens optreden. Het podium waar ik nog wel eens op zou willen treden. Het zijn intussen wel heel veel geweest al. Ik zit al op een kleine 2000 optredens. Dus ik ben op heel veel plekken al geweest. Ahoy, vooruit. Vooruit. Ahoy, ja? dat is van jongs af aan natuurlijk. Ik heb het één keer al gestaan trouwens. Het was wel heel apart om daar dan heel hard hallo ahoy te mogen roepen. Ja, vanaf de tribune of echt vanaf... Nee, wat vanaf... dan kan ik je nog een verhaal vertellen. Ik tel het zelfs op in één week tijd in een uitverkochte Kuip en een uitverkochte arena op. Dat gebeurd is. Ja, de Kuip was minder spannend dan het lijkt, want er was Café de Kuip op Texel. Het was een schaamvolle bak. Een paar aangestroomde mensen.
Maar de arena was wat eigenlijk helemaal uit. Amsterdam Arena was dat. Ik stond natuurlijk op de in de skybox bij Ajax Dynamo Kiev. En dat was natuurlijk uitverkocht huis voor de voetballers. En ik voor een schamele 80 man in de skybox een hele dolle avond gehad. Nou. Nog een keertje grappelen maar. Nou, waarom niet? Maar gewoon, ja, scheepsrecht. Ja, zo is dat. Ik begin nou net een beetje de handigheid in te krijgen in het grabbelen. Entertainen of geëntertaind worden. Oeh. Ja, nee. Ja, dat vind ik entertainen toch. Dat heb ik toch wel erg gemist, moet ik zeggen hoor. Het afgelopen jaar. Het entertainen. Ja, ik kan het wel begrijpen. Ja. Nee, blijf niks mogen doen. Verder ook niet thuisfeestjes of iets. Iemand bij iemand in de woonkamer in één keer. KCB van heel dichtbij. Ja, maar daar ga ik natuurlijk hier niet hard op zeggen. Want dat was allemaal zo illegaal. Illegaal. Dus nee, helaas. Er is allemaal niet van gekomen, nee. En met de Vierdaagse, wat zou je dan normaal gesproken wel doen, eigenlijk? Ja, er zijn er toch al een paar natuurlijk niet doorgegaan. En dat was eigenlijk vorig jaar ook al het geval. Toen was er nog sprake van dat er sommige dingen nog net doorgeschoven gingen worden naar september. En dat was op een gegeven moment van zoveel wat er dan doorgeschoven wordt. Ik eigenlijk dacht van misschien moeten ze van overheidswegen dat Rutte bij zo'n persconferentie aankondigt dat de maand september met 60 dagen verlengd wordt. Want zoveel krijgen het allemaal niet meer gedaan. Maar dit jaar dus weer niks. Ja, het verschil met vorig jaar is dat er nu ook nog niks stond. Want de hele Vierdaagse, alle cafés en podia, die wisten natuurlijk al lang dat dit eraan zat te komen. Dat het weer niet doorging. Maar normaal gesproken, Hertogplein, Faberplein, Grote Straat. Dat zijn toch wel de dingen waar ik altijd eventjes mijn gezicht laat zien op het podium. Ja. Wat is jouw mooiste herinnering aan de Vierdaagse? Mooiste herinnering aan de Vierdaagse? Het zijn er verschillende. Maar wat echt een ding is waar ik ieder jaar enorm naar uitkijk, dat is de Roze Woensdag in de Grote Straat. Je kunt er over de koppen lopen werkelijk. En er is één grote deinende massa die allemaal voorbij trekt. Want er blijft natuurlijk niet eentje hangen. Ze lopen allemaal naar de Waalkade of weer terug. En het stopt allemaal op. Nee, serieus. Het is altijd een groot feest daar. Ja. Ja, jammer dat het niet doorgaat. Nee. Heb je wel eens gelopen eigenlijk? Nee, dat laat ik echt aan de wandelaars. De feesten en de wandelvierdaagse zijn toch heel verschillende evenementen zijn. Als KCB je lopen? Dat sowieso. Ja, dan is het gewoon vol met al die muziek die je al meeneemt. Gewoon al die mensen probeert door te laten lopen. Dat is toch ook wel een ding. Je gewoon met een box meenemen, zo'n karretje. Nou, ik heb natuurlijk wel veel zo op de route gestaan. En dan toch een aantal vindt dat hartstikke leuk. Maar er zijn toch ook van die strenge wandelaars die je echt aankijken van gek, ga aan de kant. Want ik ben hier met een enorme missie bezig om dat ding uit te lopen. En dat lijkt me eerlijk gezegd alle respect. Hè, want ik zou inderdaad, ik zou bij mijn enkels afbreken op dag één. Dus, maar ik denk dat het hele verschillende dingen zijn. De feesten en de wandelmars. Nou, we hebben in ieder geval goed nieuws voor je. Je wist het natuurlijk al. Maar zometeen is er voor jou ook gewoon plek om hier je ding te doen. Ja, ik heb het stiekem al gezien. Ja, het ziet er fantastisch uit. Ja. Zometeen KCB live op RN7. Het komt er zometeen allemaal aan. Rond de klok van 7:50. En voor die tijd hebben we nog een leuke muziekquiz. En die is gelinkt aan de Vierdaagse Top 50 die we morgen gaan uitzenden. En ik wil je eigenlijk uitnodigen om gewoon lekker te blijven staan en ook mee te doen zometeen aan die quiz. Top. Ben heel benieuwd. Ik ook. Spannend.